Dan gaan ze nu voorstellen door de uit in de zittenlaan van de Vrije Meis. In een voldoende van Nelle Mouser. De man die volgens mij alles van binnen wat hij tegenkomt. Ram van de Hunning. Dan hebben ze ook van de Spartanen, Geert van de Velden. Ik heb hier al snel stukken van
kijken naar Milan. Milan is hier met 13 sterren. Ja, dat denk ik goed hoor, dat denk ik goed. De hele concurrentie is uitgezet. En daar komen ze wel van achter, dat was plek 3 en 4. Dan heeft er nog iemand tussen zitten. Kijk eens, Frits Koeman. Dat is de verrassing van de tweede positie. 7-5-7 naar 2. Kijk eens hoe zij die afgekort is. Hoe had het nou gedaan van de Vechtrouw? Een kleine concurrentie sterren. Daar geloof ik dat je nooit meer terug ziet. En nu dat kunnen ze vast de bal opnieuw aanstreden. Want hier komt het 9 jaar van de tweede fout maakt. Stevens op 2, is terug op 3 in Huizing. Naar de winst gaat naar Femke Gerritsen. Wij gaan naar regio nummer 17, we blijven bij de regio 10 en 11 jaar. We kijken naar Linda Pater, Anja Jacob, Isa van Winter, uit Vingerswaard en het Kok, Michelle Laponde. En dan gaan we naar de drie favorieten, Jolien Landauer. We kijken nu dan naar Diekemaat en oude dame uit Apeldoorn in de gaten, Lucinda Pakhoff. Van Liedemaat, dat was toch een van de favorieten. Dus helemaal vanaf 8, 12, 107, Lucinda Tuijhoff. Helemaal vanaf 8 is de absolute snelste uit de startplaats. En dan heeft ze die propositie te pakken. Daar kan ze dat volhouden. Is dat lichaam in staat om het hele rondje in tempo te houden. Als komt er een aanval. Daar komt de vingers van achter de terug. Samen met de vingers terug. Kelly is rond de stad mee. Dat hebben we niet gezellig. Hij wint op 10 voor je 3 plaats nummer 207, Koen van der Wijk.